Dankjewel. Goed. Hallo, hallo, hallo. Wat Zet de microfoon uit. Kan iedereen zijn mute even uitzetten? Even alle microfoons uitzetten. Volgens mij is het niet goed, hè? Oké, top. Dan kunnen we beginnen. Voor degene die wat het nog niet in de app gezien heeft. We hebben vandaag een stok, een bezemsteel, een bloemending. In ieder geval iets wat je op deze manier met gestrekte armen boven je hoofd kunt gebruiken. Dat hebben we nodig voor het workout gedeelte van vandaag. Dus als je het nu nog niet hebt, roep even iemand om zoiets voor je te halen. Intussen de tijd dat wij de warming-up gaan doen. De warming-up bestaat uit 4 verschillende oefeningen. Ieder 30 seconden, 4 rondjes lang. De eerste is hakkenbil, terwijl we de ellebogen naar achteren toe bewegen. De tweede is squatten. De derde is een lunge-step naar achteren toe. Dus eerst de ene naar achteren, dan de andere naar achteren. En dan lopen we op onze handen naar voren, zo ver als mogelijk. En weer terug. Iedere oefening dus 30 seconden. En dan doen we 4 rondjes lang. We zijn er al een beetje warm van. We gaan beginnen. In 3, 2, 1. En starten. Dus hakkenbeel. En die ellebogen trek je naar achteren toe. Is het te heftig? Even maar met je knieën. Dan doe je gewoon snel om en om deze beweging maken. Maar als het lukt, met sprong. Zo meteen gaan we squatten. 3, 2, 1. Voeten onder de heupen. Zakken en op. 30 seconden. Navel in, borst op. Duwen vanuit die benen. Zo meteen lunge steps naar achteren. 3, 2, 1. Handen op de heupen. En dan gaat één been naar achteren en dan de ander. Je maakt een grote stap waarop je voorste knie nog altijd boven je enkel staat op het moment dat je zakt. Zo meteen gaan we onze handen naar voren toe lopen en terug. 1, 3. 2, 1. Oké. Handen op de grond. Naar voren toe lopen. Zo ver als mogelijk. En terug. In 3, 2, 1. Kom recht. We beginnen weer van voren aan. Hakken binnen die ellebogen naar achteren toe. Hakken goed hoog. Eventueel zonder jump. Klaar voor de squat. 3, 2, 1. Voeten goed zetten. Zakken en op. Goed diep zakken. Borst op, navel in. En we gaan niet naar voren toe. Nee, die billen gaan naar achteren toe. Bovenlichaam recht. Knieën. Naar buiten toe, je leunt een beetje de buitenste zijkanten van je voeten. 3, 2, 1. En lunge steps naar achteren.
probeer met je achterste knie de grond aan te tikken. 1, 3, 2, 1. En we gaan onze handen naar voren toe lopen. Zoveel als mogelijk. En terug. Hoef niet recht te komen staan. In 3, 2, 1, rondje 3. Let's go. Van de 4. Ook die ellebogen naar achteren toe. Explosief. Hakken naar die billen. Squatten. 1, 3, 2, 1. Voeten goed, goed neerzetten. Zakken en op. Goed diep zakken. Knieën naar buiten toe duwen. Navel in. Borst op. Handen gebruiken mee naar voren en naar achteren. Zometeen gaan we lunchen. 3, 2, 1. Hakken op de heupen. Handen op de heupen. Om en om. Naar achteren toe stappen. Grote stap zetten. En ook in één vloeiende beweging ga je naar voren toe. In 3, 2, 1. Op onze handen naar voren toe lopen. Zo ver als mogelijk. En terug. In 3, 2, 1, laatste rondje. Kom maar, hop, hop, hop. Explosief. Ook goed die armen naar achteren toe trekken, 90 graden. Hakken goed omhoog, richting de billen, tijd te vallen. Zo een beetje spotten. 3, 2, 1. Voeten goed neerzetten. Zakken. En op. Goed diep zakken. Je mag het aan de bovenbenen voelen. Navel in. Borst op. En we gaan dus niet naar voren. Eventueel voor een muur gaan staan. Dan weet je dat je niet naar voren toe kunt. Maar recht naar beneden. 3, 2, 1. Lunches. Handen op je heupen. Grote stap naar achteren. En in één keer ook bijstappen. Om en om. Zoek je balans, focus op één punt. 3, 2, 1. En de laatste 30 seconden. Naar voren toe stappen met je handen. Zo ver als mogelijk. En dan stapjes terugzetten met die handen. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. Oké, goed. Drink even een slokje. Het is de laatste live uitzending. Als het mensen goed is, als er mogen niks geks gaat gebeuren, dan gaat er een leuk element in gooien.
We hebben dus een stok nodig, bekerstil. Wat we gaan doen is, we pakken die heel breed vast. Zo breed, dat op het moment dat je de stok vast hebt, met gestrekte armen, heb je ongeveer zo'n 5 centimeter onder je buik, bij je schaamstreek zeg maar, komt. En dan breng je hem boven je hoofd. Dan gaan we squatten met deze manier. Dus ook je voeten ietsje breder zetten als een normale squat. We gaan het eerst even testen. Gaan we zakken, zakken en op. En nu denken sommige mensen, waarschijnlijk. Gaan we nog een keertje zakken en op. Je moet dus qua schoudermobiliteit, op het moment dat je zakt, moet je je armen gewoon een klein beetje naar achteren te duwen. Zakken en op. En als je dat niet doet, dan krijg je dit. Dus de stang, of wat je in ieder geval vast hebt, die moet boven blijven. Zakken en op. Dit is oefening 1, wat we zo meteen gaan doen. Dan gaan we naar oefening 2. Houden we hem nog altijd hier vast. En dan gaan we schuine lunges maken. Wat bedoel ik met schuine lunges? Stop in de voorhand, kom ik tegen de muur aan. We gaan schuin naar achteren in zo'n 45 graden. En dan naar de andere kant 45 graden. Op het moment dat je te ver naar 90 graden toe gaat, heb je geen plek om te zakken. En gaat het niet werken. En op het moment dat je meer als 50, als het daar tussenin zit, dus ongeveer hier, dan lukt het wel. Alleen dat vinden jullie niet zo fijn. Dus ongeveer zo'n 45 graden aanhouden. Meet vanzelf wel of het lekker is, ja of nee. Stel, je vindt het echt niet prettig, het is de bedoeling dat we deze meer aan de buitenkant van de billen gaan voelen. Dan doe je de normale lunge, zoals we net ook gedaan hebben. Even het omdraaien zie. Naar achteren toe en terug. Maar we houden die stok of die stang of whatever over je hoofd. Voor de mensen die wat gewichten thuis hebben, dat is die stang gebruiken. En het extra uitdagend willen maken, die kunnen nog wat gewicht aan de zijkanten erop gooien. Dat is de tweede oefening. Bij de derde leggen we dit op de grond. En dan gaan we aan iedere kant gaan we een burpee doen. En bij een burpee komen we niet omhoog en we springen, maar we springen eroverheen. Dus we gaan naar de grond toe. En dan spring je eroverheen. Twee voeten afzetten. Probeer met twee voeten op te landen. En dan ga je hier naar de grond toe. Twee voeten afzetten. Twee voeten landen. Dit zijn de drie oefeningen wat we gaan doen voor 21 minuten lang. En iedere oefening gaan we 1 minuut doen. Voor onze snelle rekenaars, 7 rondjes. Dat ga je voelen in je benen. Dat ga je voelen in je schouders. Dus je moet dat ding continu de lucht inhouden. En door die burpees lekker ook in je longen. En dan hebben we een lekkere training aan het einde. Doen we nog eventjes buik. Specifiek. Maar nu eerst benen, armen en conditie. Drink even wat. Ik zet de timer even op 1 minuut. En dan kunnen we beginnen. Goed. In 8 seconden pak je stokje vast. In 3, 2, 1. En start. Dus de voeten ietsjes breder als de heupen. Zakken en op. Probeer zo diep als mogelijk te zakken. En dat stokje, dat staafje, de bezemsteel, wat je ook vast hebt, die is boven je hoofd en blijft boven je hoofd. Dus je billen moeten nog extra naar achteren toe gaan. Je schouders wat meer naar achteren toe, zodat je ruimte hebt dat die stok boven je hoofd kan blijven. Kom op. Nog 30 seconden. We zitten op de helft. Goed diep zakken. Knieën die gaan naar buiten toe. Hou vol, hou vol, hou vol. Dus probeer niet naar voren toe te gaan. Hou hem boven je. En zakken. 10 seconden. En dan gaan we naar lunges. In 4, 3, 2, 1. En lunge steps. Dus gekruist 45 graden. En zakken. Gekruist 45 graden, om en om. Bij deze is het belangrijk dat je je knie goed naar voren toe duwt. Dus je knie op het moment, hij gaat niet mee naar de zijkant.
Maar jij duwt hem richting je voet, zodat je knie boven je enkel blijft. Ook bij deze grote stappen zetten om en om. Kom. Door blijven stappen. Je mag langzamer dan wij gaan, sneller dan wij gaan. Ik probeer een gemiddelde aan te houden. Kom op, hou die armen ook gestrekt. Geen knikjes in die ellebogen. Nog 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lekker op de grond. En dan op één kant burpee naar de grond toe. En dan met twee voeten springen, twee voeten landen. En naar de volgende. Eventueel naar achteren toe springen, naar voren toe springen. En dan eroverheen springen, is dat ook nog te heftig. Dan naar achteren toe stappen, naar voren toe stappen. En dan ook met je knieën draai eventjes 90 graden, zodat je naar voren toe springt in plaats van schuin springt. Kom op, nog 27 seconden. Tempo, tempo. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Pak je stokje op. Kustrek die armen. We gaan naar ronde 2. De voeten goed neerzetten. Zakken. En op. Hartslag is hoog. Nu even tijd om die een beetje te laten zakken, maar niet te veel. Probeer zo diep als mogelijk te zakken. Dus als het lukt, niet alleen kleine dipjes maken, maar goed diep zakken. Hoe dieper je wilt zakken, hoe meer schoudermobiliteit er ook voor nodig is. Dus als het niet lukt, dan weet je dat je aan je schoudermobiliteit mag werken. Nog 20 seconden. En dan gaan we naar die lunges. Goed diep zakken. Duwen vanuit die benen. Nog 10 seconden. In 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan lunge steps maken. Dus schuin 45 graden en wisselen. Knie naar voren toe duwen. En je houdt je ellebogen gestrekt. Je houdt een stokje boven je hoofd. Kom op, kom op. Trek voor je voor, stang een beetje uit elkaar. Duw die knie naar voren. Om en om stappen. Kom op, halverwege. 30 seconden gehad, nog 30 seconden te gaan. Hou dat buisje gestrekt boven je hoofd. Kom op, kom op. En door. Laatste 12 seconden. In 5, 4, 3, 2, 1. Leg hem op de grond. Burpees. Klop naar beneden toe. En de twee voeten eroverheen stappen. Uitspringen. Hartslag moet de lucht in gaan. Twee voeten springen, twee voeten landen. Kom op, kom op. Tempo. Nog 20 seconden. Let's go, let's go. Hartslag hoog. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, pak je stok op. Ronde 3. Pak hem breed vast. Boven je hoog. Hartslag zo goed staan. Zakken en op. Kom, kom, kom. Sneller, sneller, sneller.
Hartslag kan nu een beetje zakken, maar niet heel veel. Goed je knieën naar buiten toe duwen. Goed diep zakken. Billen naar achteren toe. En je houdt die ellebogen continu gestrekt. Dus je doet eigenlijk ook je ellebogen. Je draait ze in. Waardoor ze helemaal, ik kom even niet op het Nederlandse woord, extended. Uitgestrekt zijn. Jeetje Kelly. Nog 10 seconden. En dan gaan we naar de steps. 1, 3, 2, 1. Schuin naar achteren. 45 graden. Stokje houden we recht boven ons hoofd. Ellebogen blijven gestrekt. We beginnen het een beetje te voelen in de schouders. En blijven stappen, blijven stappen. Ook bij deze grote stappen zetten. En dan in een hoek van 45 graden naar achteren. Probeer met je knie ook even licht de grond even aan te tikken. En dan doorgaan. Zit tot de helft. Dan gaan we weer naar de burpees. Kom op, kom op. Knie goed naar voren te duwen, richting die voet. En door en door en door. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Leg hem neer. En burpees. Kom aan, naar de grond toe. Wij springen. En dan eroverheen. Twee voeten springen, twee voeten landen. Probeer even helemaal naar de grond toe te gaan. Maar als dat niet lukt, dan spring naar achteren, naar voren en overheen. Of stappen. En heb je last van je knieën, dan spring je eroverheen op een rechte manier. Dus je gaat misschien steeds naar een stok en springt dan overheen. Kom op. Nog 15 seconden. En door en door en door. In 4, 3, 2, 1. We pakken hem weer op. Zit er onder 4. Kom op, bijna op de helft. Helemaal breed vastpakken. Boven je hoofd. En dan zakken. En op. Kap, hartslag zo. Goed diep zakken. Duwen vanuit je benen. 1 minuutje. Knieën goed naar buiten toe duwen. En je mag het weer echt al flink gaan voelen. In je benen, in je schouders. Dus let maar op, even op die ellebogen. Goed naar voren toe. 20 seconden nog. Afval, afval, afval. Boven je hoofd houden. Niet stiekem naar voren toe gaan. Billen goed naar achteren toe. Kom, nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lunges. Gekruis naar achteren toe. Hoek van 45 graden. En dat stokje hou je boven je hoofd vast. Kom op, kom op. Gaat goed. Als het goed is, komt het zweetje ondertussen op alle kanten naar buiten. Duw die knie naar voren toe, richting je voet, zodat die boven je enkel terecht komt. Neem hem niet mee naar de zijkanten. En we blijven stappen. Kom op, kom op. 20 seconden. Hartslag is nu al wat hoger en we gaan zo meteen naar die burpees. In 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lekker meer. Burpees, kom op jongens. Hierna zijn we over de helft. Wij springen en eroverheen. En dan weer naar beneden toe. Wij springen en eroverheen.
twee voeten springen, twee voeten landen. Kom op, kom op. Ga slaan, moeten we lekker stijgen. En door. 23 seconden. Kom op, kom op. Niet zo treuzelen, kom op. Drie, twee, één. En door. Kom op, en dan moet je weer gehad. We zitten er onderweg. Pak hem vast. Boven je hoofd, iets je brillen staan. Zakken en op. Oeh. Mijn haar is all over the place. En door en door. Kom op, kom op, kom op. Borst op. Navel in. Zowel de aandachtspunt als bij de normale squat. Binnen goed naar achteren. Knieën goed naar buiten toe duwen. Voeten iets breder dan de heupen. En die armen. Die armen gestrekken. Het is niet zo naar eindigen. Nee. Helemaal gestrekt houden. Hou vol, hou vol, hou vol. Duw uit die benen. Je mag ook snel doorgaan. Daag jezelf uit. Nog 10 seconden. Kom, 5, 4, 3, 2, 1. Lunchsteps. Je kruist naar achteren toe. Om en om. Achterste knieën raakt de grond. Lichtjes. En dan stap je door. In de hoek van 45 graden. Je duwt je voorste knie richting je tenen. Kom op. Duwen, duwen, duwen. We zitten op de helft. 30 seconden gaan we 30 seconden te gaan. Hou dat stokje ook boven je hoofd. En niet op deze manier. Maar met gestrekte armen. Kom op. Laatste 15 van deze ronde. En dan gaan we naar die burpees. Een minuutje gewoon niet denken, maar doen. In 4, 3, 2, 1. Leg neer. En burpees, jongens. Kom op, kom op. Naar dit rond toe. En eroverheen. Kom op. Hartslag mee de lucht in. Sneller, sneller. Ook al kan ik jullie niet zien. Ik weet niet dat jullie stiekem aan het treuzelen zijn. Kom op. Niet opgeven. Niet stoppen. Alleen een stuk door blijven bewegen. Zweet kun je straks afvegen. Kom op. 15 seconden. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. Pak hem op. Voor mijn laatste rondje. Je pakt hem breed vast. Voeten goed neerzetten. Hartslag is hoog. Kom op, kom op, zakken. En op. En door en door en door. Goed, diep zakken. Ook al heb je iets in je handen boven je hoofd. Armen gestrekt. Kom op. Dus ook bij deze, je gaat dus niet naar voren toe. Je merkt vanzelf, dan wordt het ook zwaar. Hier aan de achterkant van je armen. Je houdt hem boven je hoofd. En naar achteren toe. Nog 15 seconden. En dan gaan we zo meteen lunchsteps maken. Voor het laatste rondje, dames en heren. In 3, 2, 1. Oké, kruis naar achteren. Lunchsteps. Knie goed naar voren toe duwen. Daag jezelf uit qua tempo. Kom op, kom op. Duw uit je benen.
Borststop, ellebogen gestrekt. Naar de navel in. 45 graden. Ondertussen heb je wel door wat wel gaat en wat niet gaat. Hou dat buisgestangetje beetje stil. Wat je ook in je handen hebt, boven je hoofd met gestrekte ellebogen. Niet inzakken. Niet voor je gezicht houden. Ook niet rusten. Gewoon doorgaan. 20 seconden nog. En dan gaan we naar de burpees. Kom op. Goed diep inzakken achterin. Tik met je knie eventjes de grond aan. Nog 7, 6, 5, 4. Maak je mentaal klaar. 3, 2, 1. Leg hem op de grond. Burpees jongens voor de laatste ronde. Kom op. En eroverheen springen. Twee voeten springen, twee voeten landen. Kom op, tempo, tempo, tempo. Gaat goed jongens, hou vol. Wees attent voor het laatste rondje. Hierna alles nog maar één keer. Kom op. Hou vol. Laatste 15 seconden. En door, laat die hartslag stijgen. In 5, 4, 3, 2, 1. Laatste rondje. Pak snel je stand op. Boven je hoofd. Laatste minuutje squats. Goed staan. Goed diep zakken. Kom op, kom op, kom op. En door, 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 door. Misschien wil je je tempo nog even versnellen. Hartslag is hoog, hè. Die van mij ook. Het zweet komt van alle kanten eruit. En let nog op die armen. Niet hier. Niet hier. Helemaal gestrekt. Achter je hoofd. En zakken met je benen. Goed naar beneden. Zo ver als mogelijk. Voel aan je benen. Voel je het niet. Tempo versnellen. Nog 15 seconden. Kom op, kom op, kom op. Zometeen laatste minuutje lunches. Zakken, op. Zakken, op. 3, 2, 1. Lunches, kom op. Naar achteren toe. En wisselen. Duw die knie naar voren. Hoek van 45 graden naar achteren toe. Je begint ieder rondje steeds meer en meer in die billen en die benen te voelen. Kom op, kom op. Laatste rondje lunches. Ga door, ga door. We zitten op de helft. 30 seconden gaat, 30 seconden gaan. Strek die arm mensen. Kom op. Niet opgeven. Gewoon door blijven stappen. 20 seconden nog. En dan hebben we nog maar één heftig minuutje. Het laatste minuutje burpees. Kom op. En dan wil ik dat je versnelt. Dan wil ik dat je alles geeft. In 5, 4, 3, 2, 1. Lekker mee. Laatste minuutje. Alles geven. Kom op. En dan met twee voeten springen. Twee voeten lang proberen. Kom op. Tempo, tempo. Het is het laatste minuutje. We zitten op de helft. Niet afzwakken. Klap, juist een tandje erbij. Wat is nu nog 23 seconden? Dat is niks. Kom op. Laatste 15. Niet afzwakken. Kom op, kom op. Alles geven. Sneller, sneller. 4, 3, 2, 1. Dank. Oeh. Zo. Spreek je ook niks te veel? Deze kan even de kant. Drink even wat. Oeh.
Moet je maar eens voelen. Als het goed is, als je het goed gedaan hebt, dan voel je nu tong, 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 tong. Zo. En ik had jullie nog buikspieren beloofd, hè? Dus dat gaan we even doen. Als je zover bent, heb je wat gedronken, ga dan naar je matje toe. Zo. Oké. We gaan 5 verschillende oefeningen doen in totaal. De eerste is flutterkicks. Ieder oefening moet trouwens 30 seconden. Flutterkicks kun je kiezen op deze manier. Of met handen onder de billen. Of wat hoger. Vervolgens. Oké, spieken. Ja, alternating V-up. We maken ons lang. En komen dan omhoog. Hoe meer je met je bovenlichaam omhoog komt, hoe zwaarder die wordt. Dus je kunt het op je eigen manier, op eigen niveau doen. Dan gaan we een bruggetje van onszelf maken. En als we boven zijn, knijpen we in die billet. Dan gaan we naar een hollow rock. En een hollow rock is een hele pittige, vooral voor onderen. Het is namelijk dat je je lang maakt en met arm en benen gestrekt vasthoudt. Is het te zwaar, pak je 1 knie vast. En de benen wat langer is, die arm, die doe je ook strekken. Dan zul je merken dat je rug nog meer naar de grond wordt geduwd. En we eindigen met een Superman. Superman op de buik. Dat is de andere kant dus. Benen en armen van de grond af. Je mag eventueel Superman positie aanhouden als je dat wilt. En dat rondje doen we in totaal 2 keer. Yes? 30 seconden per oefening. Non-stop. 2 rondjes. No rest. We beginnen in 10 seconden met de flutterkicks. Dus kies je optie of je deze wil doen of liggend met de handen onder de billen. 3, 2, 1 en start maar. Het is belangrijk bij deze dat je je tenen punt, dus als een ballerina helemaal punten naar voren toe. En dat je je benen ook helemaal strekt. Dus niet flutterkicks maken met de kuiten, nee, helemaal strekken. Nog 13 seconden, eventueel handen onder de billen, hetzelfde principe. En is dit te lastig, dan hierboven. Zo meteen lang maken. 3, 2, 1. Lang maken en kom je omhoog met 2 armen, 1 been. En wissel van been. 2 armen, andere been. En weer terug. 2 armen, wissel. Zo gaan we om en om. Trek je 1 been omhoog. Voor de echte diehard. Dan laat je je voeten geen moment aan de grond komen. Je houdt ze van de grond af. En om en om doe je wisselen. In 4, 3, 2, 1. Oké, voeten wat meer naar je toe. Heup de lucht in duwen en nu goed in je billen knijpen. Handen mag je op de grond leggen. Of gewoon boven je of je kruis of je schouders. Wat je wil. Het belangrijkste is dat je knieën een klein beetje naar buiten toe duwt. En je heupen continu de lucht in. En in die billen knijpen. In die billen knijpen, jongens. Avo. Zometeen gaan we die hollow rock, dus een kommetje van onszelf maken. Yes, kom maar. Dus je komt terecht. Als het lukt, arm en benen van de grond afhouden op deze manier. Anders trek je 1 knie naar je toe. En dan zeg ik zometeen een wissel en dan mag je naar je andere kant. Je doet een wissel, dus je pakt dan een andere knie vast. En dat andere been en voet voor voet en hand komt niet aan de grond. Zometeen draaien. Superman. In 3, 2, 1. Draai om op je buik. En hier komen armen en benen van de grond. En probeer met je bovenbenen ook zo ver als mogelijk van de grond af te komen. Dus niet tot je knieën laten zakken, alleen je onderbenen aan de grond zijn. Nee, nog hoger. Ook die bovenbenen. En eventueel pak je een echte Superman-positie aan. Dan kom op. Nog 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wissel naar voren gaan. Flutterkicks. Kies je optie. Handen ernaast. Of handen onder je billen. Kleine bewegingen. Boven de grond. Deze wat ik nu doe, wat je ziet, is de meest moeilijke. Eentje eronder. Is handen onder de billen.
net boven de grond. Ik zal adviseren om het bovenlichaam iets omhoog te komen. Makkelijker is boven. En zo meteen één been de lucht in, twee armen. In 3, 2, 1. Maak je lang en kom omhoog. Om en om benen wisselen. En met je bovenlichaam probeer je zo recht als mogelijk te komen. Als het lukt met je hele rug van de grond, dan voel je het ook het meeste in je buik. God, trek uit die buikspier. Als het goed is, voel je ze heel goed. Zo meteen dat bruggetje van onszelf maken. In 3, 2, 1. Voeten dichtbij zetten. Heupen de lucht in. En knijpen in die benen, jongens. Knijpen. Het moet een recht tafeltje zijn. Dus niet hier. Nee, je duwt je heupen zo ver als mogelijk richting het plafond. Je knijpt in je knieën. In die knieën, in de billen. Knieën een beetje naar buiten. Half hol, zo meteen naar die holle hold. Waarbij armen en benen van de grond af zijn. 3, 2, 1. En kom op, dus we maken ons lang. En als het dus te zwaar is, pak je één knie naar je toe. Je voelt dan meteen dat de rug meer naar de grond toe wordt geduwd. Armen en benen blijven van de grond. En als je dit doet wisselen, andere kant. En probeer dan wel met je bovenlichaam zo ver als mogelijk omhoog te komen. En dan hebben we zo meteen Superman, de laatste. In 4, 3, 2, 1. Draai om. Laatste 30 seconden. Armen en benen en ook die bovenbenen van de grond af. Kop. Trek ze omhoog. Dit moet je voelen in je hamstrings, binnen. Misschien voel je het ook een beetje in je onderrug. Probeer je zo klein als mogelijk zo'n rolling te maken. Nog 8 seconden. Hou vol. 1, 4, 3, 2, 1. En los. Zo, klasse. Oké, kom even handen en knieën. Neem een kijkje omhoog en maak je een holle rug. Maak een bolle rug, kijk door je benen heen. Weer terug, hol rug, kijk omhoog. Bol, kijk door je benen heen. Billen naar achteren, naar de hakken toe. Handen eventueel een klein beetje naar voren. Hoofd, door je armen heen, duw die armen naar de grond toe. Oké, dan gaan we eventjes staan, maar blijf maar met je hoofd beneden. We zetten de voeten naast elkaar, kijken hoe ver je komt naar beneden met gestrekte benen. Kom langzaam recht, werveltje voor werveltje. We draaien even van links naar rechts voor die onderrug. Trek één enkel naar je toe. Hou je eventueel ergens aan vast. Heup goed naar voren te duwen. En wissel. Even nog een schouder rond naar achteren. Naar voren. En we sluiten af met een diepe ademhaling. We beginnen beneden. Ademing, maak je lang. Helemaal uitrekken, ook op die tenen. Een beetje naar achter te leunen. Voel je buik. En los. Zo. Woehoe. Klasse. Nou, nu tijd om lekker goed bij te drinken. Zeker af te denken, lekker te douchen. En hopelijk zie ik jullie binnenkort weer lekker buiten. Fijne avond nog, jongens. Doei! Bedankt. Doei doei!